Hoewel hij zijn federalistische ideeën niet had kunnen doen zegevieren, viel hem bij zijn terugkeer te Elisabethstad een warm onthaal te beurt. Nadat op 30 juni 1960 de Leopoldstad de onafhankelijkheid van Congo was uitgeroepen, kwam het Congolese leger in opstand, ook in Katanga, waar de Europeanen de vlucht namen naar Rhodesië. Enkele dagen voor 30 juni had Tshombe in een interview voor de Vlaamse televisie duidelijk laten horen dat Katanga vroeg of laat een afzonderlijke, onafhankelijke staat zou worden. De Blancs, ils n'ont pas trouvé le Congo. Ils ont trouvé différents ethnies. Eh bien, nous voudrons, n'est-ce pas, garder notre souveraineté. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous confirme que d'ici peu, nous allons déclarer l'indépendance du Katanga. Op 11 juli was het dan zover en scheurde de Koper-provincie zich af van Congo. Tshombe werd president van de nieuwe staat en nam tevens het eerste ministerschap waar. Hij bleek voor de Katangezen een populaire leider te zijn en de meeste stamhoofden waren hem genegen. Toen de UNO zich met de zaak ging bemoeien, stuitten de blauwhelmen meestal op de antipathie van de bevolking. Begin maart 1961 werd te Tananarive op Madagaskar een vredesconferentie gehouden, waar zou getracht worden de Congolese stukken aaneen te lijmen. Tshombe's ideeën omtrent een federale staatsstructuur werden daar in principe aanvaard. Toen men echter enkele weken later de Kokkiat-stad tot de praktische uitvoeringsmodaliteiten moest overgaan, was de wind alweer gedraaid. Tshombe werd er van hoogverraad beschuldigd en aangehouden. U ziet de Katangese leider hier enkele uren voor zijn arrestatie. Een paar maanden later werd Tshombe echter weer vrijgelaten en in de loop van 1962 voerde hij herhaaldelijk besprekingen met premier Adula, die inmiddels de Leopoldstad aan de macht was gekomen. In januari 1963 slaagden de blauwhelmen van de UNO er uiteindelijk in de laatste Katangese soldaten het zwijgen op te leggen, waarmee definitief een einde werd gemaakt aan de Katangese secessiedroom.